Lintwormen zijn dunne, platte, witte wormen die uit talrijke stukjes bestaan die we segmenten noemen. Lintwormen leven in de darm van honden en katten en kunnen daar tot lange slierten uitgroeien. Ze eten mee met de gastheer en vaak ontstaat een jeuk rond de anus. Soms krijgen huisdieren er maag-darmklachten van en vermageren ze. Segmenten die helemaal vol eitjes zitten worden uitgescheiden als witte stukjes die lijken op een rijstkorrel. De eitjes verdwijnen in kieren of in de vloerbedekking, waar ze worden gegeten door vlooienlarven. Krijgt een kat of hond per ongeluk een geïnfecteerde vloo binnen door zich te likken, dan wordt de lintworm overgebracht. Dat gebeurt eveneens als een huisdier een tussengastheer opeet die is besmet, bijvoorbeeld een muis of een konijn. Ook rauw vlees moet worden vermeden. Mensen kunnen ook besmet raken door lintwormeitjes. Omdat een kringloop bestaat tussen lintworm en vlooibesmetting, hangt de bestrijding van de ene parasiet samen met de andere. Anders wordt je hond of kat steeds weer opnieuw geïnfecteerd. Het ene huisdier is aantrekkelijker voor vlooien dan het andere. Waarom dat zo is, is niet duidelijk. Het is wel zaak om vlooien bij alle dieren te bestrijden. Daarvoor zijn verschillende werkzame middelen in de handel. Vergeet niet om ook de omgeving te behandelen, om achtergebleven vlooieitjes te doden. Daarnaast is een goed wormbestrijdingsmiddel nodig dat meerdere keren per jaar moet worden gegeven. Zie je lintworm segmentjes rond de anus van je hond of kat? Of heeft hij daar veel jeuk? Vraag je dierenarts om advies. Vlooienbeten veroorzaken jeuk en rode bultjes, soms ook op je eigen benen. Er zijn veel soorten ontwormingsmiddelen in de handel. Niet alle zijn werkzaam tegen lintwormen. De dierenarts kan uitleggen welke je het beste kan nemen.